Goedenavond. Beginnen wij vanavond met een kort gebed. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Onbevlekt hart van Maria, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden, laat mij u allereerst volgende historische anekdote verhalen. In het jaar 328 voor Christus overwinterde het leger van Alexander de Grote in het huidige Oezbekistan. Men doodde er de tijd door drankgelagen en ander vermaak. Op een welbepaalde avond vloeide de wijn rijkelijk. En de sfeer zat heel goed. Op een bepaald moment echter begonnen de zangers spotliederen te zingen over verslagen Macedonische officieren. Enkele generaals verdedigden hun vernederde vrienden, terwijl anderen de zangers toestemden en de verslagen officieren van lafheid beschuldigden. Daarop begonnen enkelen Alexander te vleien door te zeggen dat hij grotere werken dan Hercules zou volbracht hebben. En Alexander de Grote stemde hen toe. Dit schouwspel werd voor Kleitos, een trouwe jeugdvriend van Alexander de Grote, te veel. Hij verweet Alexander de voorbereidende daden van zijn vader koning Philippus te minimaliseren, zijn gevallen kameraden te vergeten en zelf de allures van een Perzische despoot aan te nemen. Kleitos citeerde daarop een vers uit Euripides Andromache. Deze vers luidt als volgt. Een slechte gewoonte is opgestaan in Griekenland. De soldaten vergieten bloed en zweet, maar de tiran krijgt de glorie. Alexander verstond de vers heel goed. Hij ontstak in toorn, brieste van woede, greep naar een speer van een van zijn soldaten en doorboorde daarmee het hart van zijn trouwe jeugdvriend. Mijn dierbaren, de afgelopen twee keren bespraken wij reeds twee hoofdzonden, namelijk de hoofdzonde van de nijd en die van de hoogmoed. De nijd dat de naaste zijn goed misgunt en zich verblijdt over zijn tegenslagen. De hoogmoed die de ongeregelde liefde is naar zelfverheffing. We hebben ook gezien hoe wij als katholieken in deze vastentijd kunnen en moeten deze ondeugden bestrijden. Namelijk door een oprechte naastenliefde en door een ware nederigheid. Vandaag willen wij een blik werpen op een derde hoofdzonde. De zonde van de ira, de toorn, de gramschap. Eerst zullen wij het begrip omschrijven, dan een blik werpen op de gevolgen van de toorn en tenslotte bekijken door welke middelen wij deze neiging kunnen beheersen. Aldus, vooreerst zullen wij het begrip van de toorn definiëren. Volgens de heilige Thomas van Aquino is de toorn of de gramschap de ongeregelde neiging naar wraak, voor een werkelijk of een vermeend geleden onrecht. Uit deze omschrijving erkennen wij direct dat niet elke opvlamming van toorn in ons gemoed zondig is. Integendeel, er kan zelfs een heilige toorn bestaan. Denken wij maar hoe onze lieve Heer de kooplieden met de zweep uit de tempel verdreven heeft en de tafels van de geldwisselaars omvergooide. Zelus tuus comedit me, de ijver voor Gods huis verteerde mij.
Heeft de gramschap, mijn dierbaren, dus haar oorsprong in de ijver voor Gods zaak, dan is deze toorn een deugdelijke daad en lovenswaardig. Natuurlijk mag de hevigheid nooit de perken van het verstandelijke overschrijden. Voor ouders en voor in overheid gestelde personen kan de toorn niet soms enkel maar heilig zijn, maar zelfs een plicht. Laten ouders bijvoorbeeld uit onverschilligheid of zwakke toegefelijkheid het kwaad bij hun kinderen woekeren, straffeloos, dan zijn zij eigenlijk gelijk aan de hoge priester Heli uit het Oude Testament. De zonen van deze hoge priester behielden namelijk de beste offergaven die de Joden aan God wilden opofferen voor zichzelf. En hun vader Heli wist dat, maar liet hen begaan. Hij was er wel over bedroefd, maar deed er niets aan. Na een eerste maning, die niet werd ingevolgd, heeft God dan zelf wraak genomen. Alle drie, de priesters, stierven op dezelfde dag. De twee zonen in de strijd en de vader door het breken van zijn nek. Bij het horen dat de ark van het verbond in de hand van Israëls vijanden was gekomen. Inderdaad, mijn dierbaren, men kan zondigen door nalatig te zijn, door iets niet te doen wat men zou moeten doen. Stel ons nu de vraag, wanneer is de toorn, de gramschap, dan wel een zonde? Wel, volgens de heilige Thomas kan zij dit zijn op twee manieren. Ten eerste, betreffende de opwelling van een innerlijke hartstocht. Dus, indien deze hartstocht het verstand benevelt en met verwensingen gepaard gaat, of indien men zonder toorn, zonder reden toornt. Ten tweede, is de gramschap zondig betreffende de uiterlijk voltrokken wraakactie. Bijvoorbeeld dat men geen rekening houdt met de zwaarte van een misdrijf. Er moet een evenwicht bestaan tussen actie en de reactie die men daarop geeft. Ouders moeten dus acht geven dat ze door hun toorn geen grote zonden begaan dan de zonde die zij trachten te straffen bij de kinderen. Bijkomend kan het ook zonde zijn indien men een wraakactie uitvoert terwijl men helemaal niet bevoegd is. De heilige Thomas noemt het voorbeeld van een bevolking die zich op een slechte koning wreekt. In werkelijkheid is dit de zaak van het parlement of voor het leger. Is de gramschap een doodzonde? Meestal, mijn dierbaren, is het een ondoordachte opwelling en daarom slechts dagelijkse zonde. Maar zij kan om bijkomende redenen doodzonde worden. Bijvoorbeeld als de wraakactie zwaar tegen de naastenliefde ingaat of tegen de rechtvaardigheid. De gramschap is dus niet altijd een doodzonde, maar wel een hoofdzonde. Dit betekent dat zij de moeder is van vele andere zonden. Zelfs de heidenen, bijvoorbeeld Seneca, wist dit. Hij schreef het volgende. Toorn voert tot verraad, oorlog, vergiftiging, oneenigheid, twist en moord. En dit laatste zien wij in de aangehaalde gebeurtenis betreffende Alexander de Grote en zijn vriend Kleitos. Onze tweede grote vraag vanavond luidde: wat zijn de gevolgen van de gramschap? En hier moet men onderscheiden betreffende drie gebieden. Ten eerste betreffende ons lichaam, ten tweede ons verstand en ten derde de samenleving.
De gramschap heeft voor eerst, als zij hevig is, verderfelijke inwerkingen op het lichaam. Vooral op ons hart. Vandaar dat de Heilige Schrift waarschuwt. Nijd en toorn verkorten uw levensdagen. Een plotselinge dood kan het gevolg zijn van hevige woede. Er zijn daar voorbeelden van. Ten tweede, benevelt de gramschap ook ons verstand. De heilige Basilius zegt heel mooi het volgende. De toorn berooft het verstand van licht. De toornige kent zichzelf noch de realiteit. Hij heeft geen eerbied meer voor grijze haren, geen achting meer voor verwantschap, noch aan wie hij dankbaarheid verschuldigd is. Ja, de toorn is een verderfelijk iets. Tot zover de heilige Basilius de Grote. Ten derde heeft de gramschap ook gevolgen voor de hele samenleving, als de toorn uitgeoefend wordt door personen die in overheid zijn gesteld. In de Heilige Schrift, in het boek De Spreuken, staat er geschreven: een toornige koning lijkt op een blaasbalk dicht bij gloeiende kolen. Vele oorlogen en veel ellende zal hij over zijn volk brengen. Onze derde en onze laatste vraag luidde: welke middelen kunnen wij tegen de toorn aanwenden? Ten eerste moeten wij de gramschap, net als bij het uitbreken van een brand, direct trachten te onderdrukken. Men mag het niet laten gisten. Men beachtte veel meer het spreekwoord: laat de zon niet over uw toorn ondergaan. Ten tweede, men moet zich oefenen niet direct op de omstandigheden in te gaan, er niet direct op reageren. Een heidense wijsgeer gaf aan de Romeinse keizer Augustus de raad steeds eerst het Griekse alfabet op te zeggen, alvorens een oordeel te vellen na een slechte mededeling. Wij katholieken natuurlijk, wij zouden beter het Onze Vader kunnen bidden. Of de woorden overwegen: vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Waarom? Omdat wij met dezelfde barmhartigheid zullen geoordeeld worden als wij onze naasten veroordeeld hebben. Voor ons zal gelden of barmhartigheid of de toorn Gods. Het zal een kopie zijn van ons eigen oordeel dat wij hebben geveld in ons leven. Het derde en het laatste middel is echter het belangrijkste. En daarin moeten wij ons echt oefenen. Het is weer de navolging van Christus voorbeeld. Het voorbeeld van zachtmoedigheid. Het is heel opmerkelijk dat eeuwen tevoren Jezus Christus, onze Heiland, door de profeet Isaias niet als een strenge rechter, als een wreker, werd voorspeld, maar als een lam dat zijn mond niet opent. En toen bijvoorbeeld, zo lezen wij in het evangelie, de apostelen Johannes en Jacobus, een stad die Jezus weigerde te ontvangen, door hemelvuur wilden verwoest zien, kregen zij van onze Heiland volgende woorden te horen: Johannes, Jacobus, gij weet niet wiens geest gij navolgt. De duivel. Jezus leert zijn leerlingen lammeren te zijn onder de wolven en na één kaakslag de andere kaak aan te bieden. Heel treffend is het ook dat Jezus tot de verrader Judas zegt in de Hof van Olijven: vriend, waartoe zijt gij gekomen? En aan het kruis stervende pleit hij bij zijn hemelse Vader voor de beulen: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En dierbaren, de heilige Augustinus zegt dat dit voorbeelden zijn om stil van te worden.
maar niet, ik zeg het u, om stil van te vallen. Wij moeten Jezus' voorbeeld daadwerkelijk navolgen. Het zal ons lonen. Het zal winst opleveren. Onze lieve Heer zegt namelijk, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Welk land? De hemel. De zachtmoedigheid, het tegenovergestelde van de toorn, de deugd van de zachtmoedigheid, geeft ons een garantie op de hemel. Aldus mijn dierbaren, zetten wij ons in en smeken wij van onze lieve vrouw de genade af om het gezegde van vanavond te overwegen, te verinnigen en nadien ook deze toorn, deze ondeugd in ons te bestrijden en de zachtmoedigheid te beoefenen. Ook in de zachtmoedigheid blonk onze lieve vrouw uit. En denken wij maar bijvoorbeeld hoe liefderijk zij de gevallen apostel Petrus na zijn drievoudige verloochening heeft opgenomen, getroost, hem gesterkt. Er is geen hard woord gevallen. Aldus mijn dierbaren, en volgen wij ook betreffende deze deugd onze lieve vrouw ten allen tijden na. Sluiten wij vanavond nog met een kort gebed. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik hoop u bij de volgende conferentie en weer allemaal terug te zien. U vindt bij het begin van deze voordracht steeds een mooi schema met de datums waar de conferenties staan aangekondigd. Goedenavond.